donderdag 30 november en ik werk vandaag vanuit huis. Het is nu iets over 9. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb Milo uitgelaten. Nu lig hij even lekker te slapen. Dus ik kan van start gaan. Ik heb een aantal dingetjes op mijn to-do-lijst staan wat ik moet doen voor werk. Wat ik sowieso vandaag gedaan moet krijgen. Ik heb ook eventjes dit uit de koelkast gehaald. Dit is de White Mocha van Starbucks. Ik had gisteren toevallig een White Mocha bij Starbucks zelf gehaald. Maar dit stond nog in de koelkast. De ochtend is voorbij gevlogen. Ik ben verplaatst naar de bank in plaats van het bureau. En Milo is bij me komen liggen. Net ook even naar buiten geweest met hem. En ben nu lunch aan het maken. Zo van restjes van wat we gisteren hebben gegeten. En een nagel is gesneuveld. Volgens mij ben ik hem verloren toen ik aan het wandelen was met Milo. Ik had er niet eens door totdat ik thuis kwam. Dus ik moet even een nieuwe nagel opplakken. Het is 3 uur en ik heb even een inkakkertje. Dus ik heb besloten om even een koffietje te maken. Ik moet zeggen dat ik niet heel vaak koffie thuis maak. Het ligt aan het moment. Soms drink ik iets meer koffie dan andere dagen. Maar ja, ik ga het even klaarmaken. Cheers! Mijn koffie is gemaakt. Ik weet nooit wat voor creatie dit is. Ik zeg altijd dat het iets van een latte is. Ik ben niet zo goed met de verhoudingen, maar het smaakt in ieder geval lekker. Dus ik ga even genieten van mijn koffie. Inmiddels is de werkdag bijna voorbij. Ik heb me omgekleed, want ik heb straks een event waar ik naartoe ga. Ik ben uitgenodigd om een kerstfilm te gaan kijken. En daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Dus ik ga denk ik even een klein hapje thuis eten. En dan ga ik de deur uit. En straks komt Rits thuis. Dus ik heb eigenlijk de hele tijd op de grond gezeten. Echt een hele productieve werkhouding. Laten we lekker realistisch blijven. Soms werk ik aan het bureau. Soms werk ik op de bank. Soms werk ik op de grond. Heel erg random. Ja, nu met Milo werk ik heel vaak hier ergens. Het is 1 december. Weet je wat dat betekent? Nou, vandaag mag ik elke dag een vakje. Geen maar snoepjes, geen maar snoepjes. Oh, er zitten meerdere snoepjes in. Is dit. Het is vandaag vrijdag en ik heb vandaag een halve thuiswerkdag. Ik werk alleen in de ochtend. Ik heb vanochtend gesport. En ik moet zeggen dat ik er weer eventjes moet inkomen. Want ik ben een aantal weekjes niet zo consistent geweest. Dus ik hoop dat ik er weer een beetje in kom. Maar ik ga nu even wat dingetjes doen. En dan zie ik wel wat de dag me allemaal brengt. Ik zit lekker in mijn comfy outfit. Ik dacht, vandaag eventjes niet. Vandaag even niet heel erg mijn best doen voor mijn uiterlijk. Soms heb je dat. Ik had geen lunch in huis, dus ik dacht, weet je, ik ga tijdens mijn wandeling met Milo even langs de bagels en beans. Daar heb ik een tuna melt gehaald. Ik had hier gewoon even heel veel zin in. Dit is mijn lunch voor vandaag. Op een alles bagel, dus hier ga ik even lekker van genieten. Er zijn nog pakketjes binnengekomen van bedrijven waar ik iets van opgestuurd heb gekregen. En een van de bedrijven is The Olive, als ik het goed uitspreek. En hier heb ik vorig jaar voor het eerst zelf iets besteld, namelijk een badjas. En ik ben daar echt heel groot fan van. En sindsdien heb ik mindere items van hun. En dit keer heb ik een
ochtendjas. Dit is een van de velen voor mijn verzameling. Ik vind het altijd zo leuk dat het gepersonaliseerd is. Dus op de achterkant staat mijn naam en op de voorkant staan mijn initialen. Of nou ja, mijn voor- en achternaam. Niet mijn tweede naam, normaal gesproken doe ik mijn tweede naam. Dus hier ga ik binnenkort gebruik van maken. Dit is een pakketje van het merk DRKS. En het is een sieradenbedrijf. En het is zo leuk verpakt. Hier hebben we een boekenlegger. En dit is ook echt super leuk om cadeau te geven. Ja. En dan hebben we iets heel erg leuks voor Milo. Namelijk een hangertje voor aan zijn halsband. Dit wilde ik al zo lang geleden bestellen. Of eigenlijk het moment dat we Milo net hadden. Maar ik ben er nooit aan toegekomen. En toen vroegen ze aan mij of ik dat bij hem wilde uitkiezen. Dus daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Een pasjeshouder voor al je pasjes. Goedemorgen. We zitten lekker aan het ontbijt. Ik kom even niet uit mijn woorden. We hebben een chocoladebroodje en een kopje thee. En nu gaan we even lekker gezamenlijk ontbijten. Ik ben in de unboxing stemming, want er is nog een pakketje binnengekomen. Het voelt gewoon weer als van ouds. Dit pakketje is van het merk Tess V. Ik heb daar nog nooit wat op besteld. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de items. Ik mag een aantal items verder uitkiezen. Oeh, de branding is zo mooi. Het zit hem allemaal in de details. We hebben hier een broek. Een jasje. En een teddy gilet. Ik ben de laatste tijd helemaal van de giletjes. Dus ik ga dit even passen. En even kijken hoe het staat. Dit is niet per se een look. Want de combinatie is niet helemaal waarvan ik denk, oké, dit is leuk samen. Maar het jasje zelf is heel erg leuk. En de broek zit ook onwijs fijn. Ik ben er wel heel erg blij mee, moet ik zeggen. Okay. Ik moet hier echt een lange mouw shirt onder doen, want dit ziet er niet uit. Ik vind dit echt een hele leuke outfit. We krijgen ieder jaar van jouw oma een kraslot. Een, hoe noem je dat? Een oudjaarslot? Nee? Een decemberkalender. Ja. Staat er ook letterlijk op. Normale mensen gebruiken dit als een adventkalender en krassen elke dag één vakje. Wat doen wij? Wij niet. Wij, als we hem hebben. Alles in één keer. Ja. Het meeste wat ik heb gewonnen was 5 euro. Volgens mij, toch? Ik heb een keer 5 euro gewonnen. Ik had volgens mij een keer 50 euro gewonnen als hoogste prijs, maar... Ik kan me niet meer herinneren. Volgens mij was het 5 of 10 euro. Maar... We gaan weer een chocola. Kijken of we meer verdienen. Ja. Gaan krassen. En ondertussen gaan we chocola eten. Ik hou van binnen. Ik moest nog 2 voor de wand. En nog 1 voor de ster. En dat betekent dus dat ik bijna of 200 euro of bijna 100.000 euro had gewonnen. Vorig jaar had ik precies hetzelfde. Gewoon het net niet. Dan heb ik liever dat ik het gewoon helemaal niet heb. Weet je, dan het net niet. Daar kan ik gewoon niet tegen. Maar het was leuk. Uiteindelijk is het maar geld. Maar... dinner date, maar dan lekker thuis. Heb ik sushi besteld. Ik moet zeggen, ik ben niet meer zo'n grote sushi fanaat als voorheen. Want voorheen had ik, help me even, 4 keer in de maand of zo.
Minimaal twee keer per maand. Minimaal twee keer per maand had ik sushi mogen. Dus ik had echt mijn oren uit. Dus ik was er helemaal klaar mee. Maar nu af en toe op zijn tijd vind ik sushi wel lekker. Dus we hebben even quality time en een dinner date. Heb je er zin in? Zeker, ik wel. Oké, smakelijk! Hierbij sluit ik deze vlog af. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Oh, hallo. Milo, ga eens dag zeggen. Doei. Milo wil geen doei zeggen. Milo is de hectisch. Nee, geen aandacht. Geen aandacht, je krijgt. Geen aandacht van mij.